Koning Albert, prins van Luik, op zijn ene laatste werkdag kwam hij afscheid nemen van zijn trouwste aanhangers, de Walen. Maar aan de andere kant van de taalgrens is het enthousiasme voor het koninklijk huis lang niet zo groot. Dat bleek woensdag, toen de koning naar het Vlaamse Gent ging. Een paar honderd royalisten waren er, maar ook tegenstanders. Voorstanders van Vlaamse onafhankelijkheid wilden nog één keer laten horen dat zij niets van Albert moeten hebben. Wij zijn voor een onafhankelijke Republiek Vlaanderen. Ja, en het woord Republiek, dat houdt in dat we geen koningshuis moeten hebben hier in Vlaanderen.